Hallo allemaal en welkom bij Doe-het-zelf ideeën. Vandaag ga ik zelf een fidget spinner maken. Je kunt hem hier al zien in de mal. Die is gemaakt van vloeibaar metaal. En daarvoor heb je helemaal niet veel nodig. Namelijk gallium. Dat is dit metaal. Dat smelt al bij 30 graden. Dan wordt het vloeibaar en kun je er van alles mee doen. Gieten en zo in een bepaalde mal zoals wij gaan doen. Doe dat wel onder toezicht van je ouders, want nou ja, het kan vrij gevaarlijk zijn om zo met vloeibaar metaal te spelen. We gaan dat smelten in water, warm water natuurlijk, meer dan 30 graden. Dan heb ik hier een fidget spinner. Die neem ik straks om een mal te maken. Ik heb een kogellager, die doen we in het midden van de fidget spinner om hem aan mee te houden. En dan heb ik hier zo de silk clay, die gebruiken we dus om de mal te maken. Daar duwen we straks de bestaande fidget spinner in. En als eerste maken we de silk clay goed los. Dan kunnen we makkelijker in een bepaalde vorm duwen met de fidget spinner. Dan druk ik hem plat. Dan komt de fidget spinner erbij en die druk ik er gewoon zo stevig in. Zo krijgen we dan een afdruk van de fidget spinner en daar kunnen we straks het metaal in gaan gieten, zodat we een afdruk krijgen en onze eigen fidget spinner kunnen maken. Na een tijdje halen we dan de fidget spinner eruit. En als daar een paar openingen in jouw fidget spinner zijn, dan kun je zo eventjes dat terugduwen met een liniaal of zo. Dan komt hier wat makkelijker uit. Dit is dus de mal waar we onze eigen fidget spinner in gaan gieten. Ik laat hem nu 2 uur drogen, zodat hij goed hard is. Ik heb hem ook nog eventjes bijgewerkt, zo gewoon met mijn vingers, zodat er geen vreemde uitsteeksels waren. En dit laat ik nu 2 uur staan. Hij is bijna helemaal droog nu op dit moment. En zoals je ziet heb ik wat silk clay weggehaald. Dat was een beetje zonde om dat eraan te laten zitten. Dat kan ik nog voor wat anders gebruiken. En dan kunnen we nu verder met het smelten van metaal. Dus ik heb hier een pan met warm water. Dat is gewoon warm kraanwater. Dat is al warm genoeg om gallium in te smelten. En dan neem ik het buisje. Gallium zit onderin en ik doe gewoon zo het buisje in het water, beweeg het een beetje rond. En dan gaat het metaal als het goed is al helemaal smelten en wordt het vloeibaar. Zoals je kunt zien is het vloeibaar. Het beweegt heen en weer, oh je kunt het zo al zien, in het buisje. Nu moet ik eerst de kogellager erbij pakken. En die gaat dan in het midden van onze mal. Zodat we straks wel iets hebben waar onze fidget spinner omheen kan draaien. Ik druk hem een beetje aan zodat hij er goed stevig in zit. Dat hij niet kan verschuiven en dan giet ik het gallium erbij. Het ziet er echt heel gaaf uit zo, dat vloeibare metaal. Dat was een beetje weinig gallium. Hier kunnen we geen volledige fidget spinner van maken zoals je kunt zien. Dus ik heb het andere buisje ook laten smelten. En daarmee vul ik de mal nu aan. Of op eigenlijk. Gallium is nog steeds vloeibaar, zoals je kunt zien. Het beweegt zo heel makkelijk heen en weer. En ik vraag me af of het eigenlijk wel blijft zitten aan de kogellager. Want zoals je ziet beweegt het heel makkelijk heen en weer. En zit het niet echt vast aan iets. Het blijft alleen aan zichzelf vastzitten. En schuift gewoon heen en weer over de mal langs de kogellager. En blijft er dan niet aan plakken. Dus ik weet niet of dit gaat werken, maar ik hoop in ieder geval dat je het experiment leuk vindt. Als dat zo is, laat dan nu alvast een duim omhoog achter.
En ik laat jullie natuurlijk zien of dit uiteindelijk nog helemaal lukt. En ja hoor, gallium is vast geworden. Ik draai mijn mal om, dan komt hij er zo in één keer uit. Onze fidget spinner. Hij is best wel dun, omdat we niet zo heel veel metaal hadden. Maar hij werkt wel gewoon. Hij is niet helemaal mooi, omdat we niet zoveel gallium hadden als misschien nodig was geweest. Dus niet de hele mal was vol. Maar ik hoop dat je deze video leuk hebt gevonden. Geef hem een duim omhoog als het zo is. En vergeet ook niet je te abonneren op dit kanaal. Dan zie ik je in de volgende video weer. Tot dan! Dag!